Een grote schepper is letterlijk een vliegende klont spaghetti met gehaktbouwogen. Het vliegende spaghetti-monster creëerde het universum met al zijn onderdelen in slechts 4 dagen, terwijl hij stevig dronk. Degenen die het spaghetti-monster minachten of versmaden, gaan naar de hel. Het algemeen beeld van de hel is dat er net als in de hemel een biervulkaan is en er strippers zijn. Het verschil is alleen dat het bier lauw is, de strippers soa's hebben en overal pinguïns lopen. Yes, nummer TV, daar zijn we weer. Zoals je ziet, je weet toch, ik heb mijn spaghetti monster outfit al aan. We gaan zo meteen de kijker nemen binnen. Ik zal zeggen, ik weet zelf niet wat me te wachten staat, maar let's go. Ze zijn nog te laat, man. Maar dat is niet erg, toch? We gaan naar binnen. Dag, wie bent u en wat doet u? Ik ben Jeroen Otten en ik ben aartsbisschop van Nijmegen. Ik ben pastefari. Wat houdt dat in? Eigenlijk is het niet meer dan een titeltje op papier. Iedereen is bij ons gelijk, alleen ja, soms heb je wat mensen die iets hebben zoals ik. Ik heb een kerk tot mijn beschikking. En dan zijn we tot de aartsbisschop van Emmen gebombardeerd tot de aartsbisschop van Nijmegen. Maar dat is puur een titel op papier. Voor de rest zijn wij gewoon, ben ik gewoon Jeroen, dan ben ik gewoon gelijk. Net zoals jij en ik, als ieder ander. Ja. Oh, je mag geloven. Jullie geloof, wat maakt het zo speciaal tegenover de andere geloven? Tegenover het andere geloof? Nou, ons geloof laat anderen geloven in hun waarde. En dat is toch iets wat ik bij andere geloven wel vaak mis. Als ik niet-Jood bij een synagoog kom, of als niet-moslim bij een moskee kom, dan word ik toch altijd een beetje raar aangekeken. En als pastefari bij ons is gewoon iedereen welkom. Want Joden, moslims, Hindoestanen, Boeddhisten, alles en iedereen. En wij veroordelen en beoordelen niemand op kleur of op uiterlijk of op afkomst of wat dan ook. Nou. Kniel en dan bid mij. Ik heb begrepen dat jullie je moeten aanmelden bij KVK of dat willen doen. Is dat niet een beetje commercieel? Nou, juist niet. We willen bij de Kamer van Koophandel hadden we graag willen bewerkstelligen dat we gezien werden als een geloof. Maar we zijn nu erkend als geloof. Maar wat we nu willen is een ambi-status. En dat houdt in dat mensen die geld doneren, we krijgen geld bijvoorbeeld vanuit Dubai gedoneerd, dat mensen dat gewoon vrij kunnen doneren. En niet dat ze nog eens een keer achteraf gezeik krijgen met de Belastingdienst, dat ze over de donaties die ze in onze kerk doen belasting moeten betalen. Dus commercieel is het helemaal niet. Nee. Dus de KVK is dan rond, als ik het goed heb? Ja, de Kamer van Koophandel heeft gezwicht, is eindelijk op de knietjes gegaan en heeft ons erkend als geloof nu, gelukkig. Hoe ben jij bij het geloof gekomen? Puur vanwege de hype die er op internet was en de Kamer van Koophandel. Ik heb vroeger geleerd op school dat kerk en staat zijn gescheiden, of horen gescheiden te zijn. Maar blijkbaar gaat de Kamer van Koophandel dus over geloof. Want hun zeiden van ja, maar jullie kunnen niet aantonen dat er geloof bestaat. Ja. En toen had ik zoiets van ja, hallo Kamer van Koophandel, dikke lul. Dan sluit ik me aan als pastefari. Oh. En heb ik een kerk ter beschikking voor jullie. En dan zullen we zien wat of wel niet een geloof is. En wie dat bepaalt. Ja. Want ik geloof niet dat de Kamer van Koophandel dat bepaalt. Dus het was puur uit irritatie. Ja. Ik heb begrepen dat er een eerste pastefari huwelijk komt. Klopt, het eerste pastefarische huwelijk van heel Nederland is primeurtje. En hoe ziet dat er dan uit? Wat is het verschil dan, het grote verschil? Het grote verschil, ja, het bruidspaar heeft zelf aangegeven dat ze nog in gesprek zijn, hun gedachten laten gaan over het ritueel, de dingen die ze willen doen in de kerk. Mm-hmm. Daar weten wij zelf het fijne ook nog niet van, maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, bij het christelijk of katholiek huwelijk wordt er met rijst gegooid. Mm-hmm. Ik kan me heel goed voorstellen dat wij pastefaris bijvoorbeeld dan met schelpjes macaroni gaan gooien. Dat soort dingen. Dat wordt in de loop van de maanden zal dat duidelijk gaan worden en zal dat ook meer vorm gaan krijgen. Zodat het huwelijk kan doorgaan. Hoe denk je dat zo'n huwelijksnacht eruit zal zien? Zo'n huwelijksnacht? Oeh, ja, daar vraag je me wat. Zeg. Ik weet het niet. Ik hoop dat ze geen soa oplopen. Dat denk ik, want ze kennen elkaar natuurlijk al. Ik heb geen idee. Want dat is echt aan het bruidspaar zelf om te beslissen en te doen. Hoe zou jij willen dat het eruit zal zien van jou? Hoe zou ik willen dat het eruit zal zien? Nou, ik zou wel in een bed spaghetti willen slapen. Dat lijkt me wel een keer lachen. Ja? Net als in een badkuip vol met spaghetti saus. Zou ik een keer in willen zitten. Okay. Ja. En dan zo'n vrijgezelle party. Wat mag je dan allemaal doen? Poeh! Ja, dat is ook een goeie. Wat mag je, ja, wat beter is, wat mag je niet doen? Toch? En de lieve nietjes, ja, ik weet niet. Daar moeten de partners zelf onderling hun ideeën over laten gaan en beslissingen innemen. Daar kan ik niks van zeggen. Nee. Zou je misschien wat kunnen vertellen over de lieve nietjes? Ja, de lieve nietjes, en die staan hier voor ons. Er zijn er 8 stuks. En ja, zoals eerder al gezegd, het zijn lieve nieten. Dus als jij besluit om je er niet aan te houden of je niet zo te leven, dan ja, liever niet, maar even goede vrienden. Okay. Ja. Waarom is geloof zo vrij? Het geloof is vrij omdat wij denken dat je daardoor meer mensen bereikt. Andere geloven hebben toch heel veel verplichtingen, heel veel moeten. Bij ons moet er eigenlijk niks. En ja, de liever niet, daarvoor geldt ook liever niet. Als jij besluit om het toch te doen of het anders te doen. Ik heb het liever niet, maar hey, even goede vrienden. Okay.
Heb jij zelf wel eens een van de 8 lieve nietjes geschend? Ja, toen ik nog geen pastafari was, heb ik dat inderdaad wel een keer gedaan. Nummer 3. Ik heb liever niet dat je mensen beoordeelt op hoe ze eruit zien, hoe ze zich kleden, hoe ze praten of hoe ze lopen. Maar wees gewoon vriendelijk, oké? Oh, en laat het dus doordringen. Vrouw is mens, man is mens. Dus iedereen is gelijk eigenlijk. En ik heb in het verleden wel eens me schuldig gemaakt aan bevooroordelen of mensen beoordelen zonder dat je ze echt goed kent of dat je ze echt goed gesproken hebt. Ja. Als je dan zo'n regel schendt, kan je dan ook om vergevenis vragen? Dan kun je om vergevenis vragen, ja. Ook dat weer is... De ene is heel fanatiek erin, die gaat bidden naar het spaghetti monster. Ik bid niet, ik eet gewoon mijn bord leeg en ik hoop dat dat voldoende is. Oké. Okay. Ja. En word je dan ook weer gereinigd, zodat je weer naar de hemel kan? Dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Dat zal aan het einde blijken. Dat weet ik niet. Oké. Okay. Nee. Dus eigenlijk weet je nooit of je naar de hel of de hemel gaat? Als jij... Nee, maar dat weet een christen of een moslim ook niet, volgens mij. Oké. Okay. Ditje? Ja, ik weet ook niet. Het zijn de 8 lieve nieten en doe je daar aan mee, hartstikke goed. En doe je dat niet, ja, of liever niet. Even. Dan ga je naar de hel, toch? Met de STD. Dan ga je, ja, STD, dan krijg je strippers met soa's om je oren. Ja, en lauw bier, dat wil natuurlijk niemand. Dus ja. Ik zou hem als pastafari gewoon lekker lief gedragen en gewoon normaal doen. Dan heb je straks een heerlijk leven in de hemel. Maar als je al dood bent en je krijgt een STD, dan maakt het toch eigenlijk niet uit? Dat is waar, dat is waar. Toch? Ja, dat is waar. Je hebt ook, ja, dat klopt. Ja. Okay. Ja. Heb je zelf wel eens een STD gehad? Nee, never. Nee? Nee. Tenminste, bang, niet dat ik weet. Nee, hij zit er nog steeds aan. Hij is niet van plan om eraf te vallen. Nee. Okay. Yes, we waren bij de kerk van het spaghetti geloof. En zijn we weer aan het einde gekomen. Zal ik zeggen, Nema TV, tot de volgende keer. Je hebt het weer gezien. Yes.